Een trein in Boxtel is op een paardentrailer gebotst. Dat gebeurde donderdagavond. De bestuurder van de paardentrailer raakte zwaar gewond. De paardentrailer schoot los midden op de spoorwegovergang. De bestuurder probeerde zijn paarden nog uit de trailer te halen, maar op dat moment botste een trein met de trailer. Een van de paarden overleefde de botsing niet, een ander paard rende nog weg en werd opgevangen door een voorbijganger. Zij sprong uit haar rijdende auto om het vluchtende paard te redden. ProRail zei dat er nog dagen hinder zou zijn aan het spoor door het ongeluk, maar dat blijkt nu mee te vallen. De ergste schade aan de spoorwegovergang is vannacht al hersteld.